hoofdstukken tel, dan is ons nou al bij de helft van hierdie boek. Ik lees vanmorgen vir u uit Prediker 7, vers 1 tot 4. Een goede naam is beter als goede reukolie, en die sterfdag als die geboortedag. Het is beter om te gaan naar huis waar gerouw wordt, als om te gaan naar huis waar feest gevier wordt. Want in een huis waar gerouw wordt, eindig alle mensen. En die levende moet dit ter harte neem. Verdriet is beter als lach, want met een droevige gezicht gaat het goed met die hart. Die hart van wijzes is in een huis waar gerouw wordt, maar die hart van dwaases is in een huis waar plezier is. Hy toch, net sy gedink het die prediker het nou sy droefgeestigheid afgeskit en lig in die donker begin sien, dan loop jy jou weer vast in hierdie stuk uiterste pessimisme. Maar pas op, ons het ook al geleer, een mens moet nie die prediker te gauw afmaak as een depressieve mens vir wie die glas altijd half leeg is nie. As jy fijn geluister het, moet jy nou al achtergekom het dat hy eerder een realist is, wat sy waarnemingen van die lewe eerlik en sonder om doekies om te draai weergee. En daarby het ek toch aan die begin ook vir jou gesê, jy kan nie net een gedeelte in die boek uithaal en dit los van die geheel probeer verstaan nie. Jy moet die draad van sy redenasie volg en in acht neem, soos wat jy vorder deur hierdie boek. In Prediker 6 was hy nog bezig om te kyk na die mens wat baie besittings het en lang lewe maar toch sonder geluk. Sy gevolgtrekking was dat een leven zonder God een leven zonder sin is. Maar nou neem ek echter waar, dat zelfs als jij God gevind het, is het nog niet een waarborg dat het met jou goed zal gaan in die leven niet. Die geloof in die sin van die leven maakt niet van die leven die paradijs niet. Die leven zal nog steeds sy treurhuise hê. Droefheid en verdriet is niet daarmee in die weg geruim nie. Maar dit is juist die uitdaging. Die lewe wat die sin in God ontdek, is een lewe wat die moed het om te ly en te leef, ondanks die lyding. Ons sê makkelijk, oud word is nie vir sissies nie, maar eintlik is die lewe nie vir sissies nie. Dit is makkelijk om die sin van die lewe raak te sien by die feestmaaltye en die vreugdevolle tye, maar dit vra een dapper mens om nog steeds ja te sê vir die lewe, wanneer die droefheid en die ellende oor jou pad kom. Het is altijd beter om die sin van die lewe en die vraag naar die sin van die lewe van die moeilijke kant af te benader. Dan is het makkelijk om het ook nog steeds te behou, wanneer dit dan ook weer makkelijker in die lewe gaan. Het helpt nie om die lewe mooi te probeer maak met oppervlakkige vervraaiinge of allerhande kosmetische operaties nie. Het is beter om soos die prediker hierdie lewe vierkant in die oë te kyk, plooie en al, met die wete, dat al neem die lewe water sleg te draaie, dit bly sinvol, omdat dit van God afkom. As jy dit kan regkry, sal jou kyk op die lewe en die sin van die lewe nie goedkoop wees en soos mis voor die son verdwyn, wanneer die lewe sy agterkant na jou toe draai nie. Dan is dit blywend, dan sal jy altyd sin ervaar. So skep moed, en leef vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om altyd moed te hou, al druk die lewe ons, om altyd te bly glo, dat wat ons het en wat ons is, kom van U af. Dis 'n gawe uit die hand, en U bedoel, dat ons dan ook daaruit vreugde sal vind, dat die swaar tye sal verbygaan, die droewige tye sal ophou. Help dan vir ons om in sulke tye nie tou op te gooi en weer mismoedig te raak nie, maar te bly weet, die lewe is sinvol, want U gee vir ons die lewe. Amen.